Hallo, mijn naam is Gerben Smeenk. Welkom op melkveebedrijf De Oldehof in Makkinga. Hier op melkveebedrijf De Oldehof melken we gemiddeld 190 koeien met zo'n 170 aan de melk, met 3 melkrobots. De jaarproductie is 9800 liter met 460 vet, 380 eiwit en een ureum van rond de 20. We hebben ongeveer 86 jongvee. We proberen dus ook oude koeien te krijgen, een hoge productie bij afvoer. En afgelopen jaar was dat 54.000 liter en 7 jaar in 7 maanden. De reden dat we nitrosuur voeren is dat we te weinig ruw eiwit en onbestendig eiwit in het rantsoen hadden. En op zoek naar de juiste eiwitbron heb ik ook contact opgenomen met Speerstra. En zij verkopen nitrosuur via Agriferm en hebben mij geadviseerd om dit te proberen om extra onbestendig eiwit in het rantsoen te krijgen. En het heeft ertoe geleid dat we uiteindelijk met name de ruwe gedeelte, dus de ruwe celstoffen in het rantsoen, redelijk goed kunnen verteren. Er zit natuurlijk ook voldoende snelle energie in het rantsoen. Samen met het onbestendig eiwit kunnen we de pens optimaal voeren. Het is voor ons dus een goede eiwitvervanging en daarmee besparen we op de voerkost. Nitrosuur is een innovatief product wat gedurende 8 uur een constante hoeveelheid ammoniak levert aan de pensbacteriën. De speciale vetcoating maakt een langzamere afgifte van ammoniak mogelijk vergeleken met onbeschermd ureum. Hierdoor verbetert Nitrosuur de stikstof-energieverhouding in de pens. Dat leidt weer tot een hogere microbiële eiwitproductie en een betere vertering van de organische stof in de pens. Hierdoor kunnen aanzienlijke besparingen gemaakt worden in de aankoop van grondstoffen en krachtvoer. Je kunt deze vervangen door bijvoorbeeld eigen verbouwd gruwvoer of granen. Nitrosuur kan gebruikt worden om rantsoenen opnieuw te optimaliseren met als doel om betere rantsoenen te maken voor een goed pensmilieu en meer energie in de rantsoenen te krijgen door opname van de geconcentreerde stikstofbron Nitrosuur. Het resultaat van het gebruik van Nitrosuur is dat het de eiwitbenutting en de voerefficiëntie verbetert. Je ziet dat ook gelijk aan veel beter en mooier verteerde mest. Dat komt de productie en de gezondheid van de koeien ten goede. Nitrosuur kan een gedeelte van het eiwit in het voer vervangen. Met 100 gram Nitrosuur kun je 600 gram soja 44 of 700 gram raapzaadsgroot vervangen. Ik zou Nitrosuur aanbevelen bij collega boeren. We hoeven door Nitrosuur minder eiwit aan te kopen, we hebben gezondere koeien, lage voerkosten, kortom meer rendement.